Dit is dus mijn nieuwe huis. Ik woon hieronder. Eigenlijk zijn het twee dezelfde appartementen. En ik heb deze gekocht, want ik ga naar boven verhuizen. Want hier kan ik een dakterras maken en het helemaal inrichten zoals ik het wil. Ik word namelijk dit jaar 40. En dit is het jaar dat ik volwassen moet worden. Vandaag maken we een fotoshoot voor de Linda Wonen. En de bedoeling is dat we het eigenlijk... Dit is het voorgedeelte. En als dit hele huis af is en helemaal spik en span is ingericht... dan gaan we de na-fotosessie doen. Dus dit, vandaag was het voor. Dus als je ziet, midden in de puinhopen en de verbouwing. En ook beneden dus mijn huis in als een chaotische Halina-achtigheid. Met te veel kleren, te weinig kastruimte, te veel boeken, te weinig planken. Te veel paparazzen en geen bureau. Nou heb ik echt aan Dorrit gevraagd... die het huis helemaal gaat ontwerpen en ook heeft getekend... om zoveel mogelijk kastruimte te creëren. Dus ik hoop dat dat lukt, maar het zit natuurlijk ook in jezelf. Want je kan wel 1000 vierkante meter kasten bouwen... maar als jij niet de spullen erin legt, dan gebeurt er nog niks. Dus er zal ook een mentale verschuiving moeten plaatsvinden in mijn hoofd. En de grote vraag is, gaat me dat lukken in het jaar dat ik 40 word? Nou, we zijn nu een jaar verder en we staan nu in het nieuwe huis. En een jaar geleden waren we met z'n allen één verdieping lager. Toen hebben we hele mooie foto's gemaakt die we net nog even hebben bekeken. En nu zijn we weer volop aan de gang voor het eindresultaat. En ik heb net al stiekem een beetje gekeken op de monitor en het wordt volgens mij al heel mooi. Dus dit is het nieuwe huis. Mijn eigen favoriete aankoop voor mezelf, wat er dus zeg maar later bij is gekomen, is mijn bank. Omdat die groen is, vind ik wel van moed getuigen. En waar ik het aller blijst mee ben, is de hoeveelheid kastruimte die Dorrit hier heeft gerealiseerd. Want ik heb een enorme, zoals jullie hebben gezien in mijn vorige huis, verzamelprobleem. Ja. En ik ging daar bijna ten onder aan het vuil. En nu kan ik dat vuil netjes opbergen. En dat is natuurlijk een stukje volwassenheid. We hebben heel lang moeten wachten, echt maanden, op een fantastisch dakluik wat vanzelf open en dicht gaat. En dat is een nieuw prototype, maar daar hebben we zo lang op moeten wachten dat het onze verbouwing enorm heeft gestagneerd. Maar ja, nu is iedereen wel altijd als ze hier komen heel erg onder de indruk van het supersonische glazen ding. Wat woe, maar dan denken wij nog steeds een beetje, ja, maar het duurde zo lang. Dus wel, ja, het heeft, zoals iedere verbouwing duurt het altijd langer dan je denkt en zijn er... Nou, het is gewoon een hele psychologische trip. Maar ja, nu is het natuurlijk het eindresultaat en dan vergeet je dat uiteindelijk.